Hoe begin je een video? Ik kom er nu pas achter hoe ongemakkelijk ik eigenlijk ben. Ik doe wel wat. Hoi, ik ben Jalmar en vandaag iets heel anders dan normaal. Vandaag neem ik een Q&A op. En heb ik op Instagram en op Twitter gevraagd om jullie vragen. En die gaan we beantwoorden. Tanoortje 1 vroeg, hoe gaat het? Ja, het gaat eigenlijk best wel goed. Ik ben nu bij Erik thuis met Quinn en met Alice en met Carré. Erik vroeg, wat is je biggest celebrity crush? Ik denk op het moment Jamie Dornan uit 50 Tinten Grijs. Wat overigens een heel slecht film was, maar toch ook wel weer leuk. Ja, het is gewoon lekker ding. Tessa vraagt, hoe oud ben je? Ik ben nu 18 jaar. Ida Kaldenbach vroeg, hoe zie je je toekomst over 20 jaar? Ik denk over 20 jaar dat ik werkzaam ben als journalist. Misschien op een redactie of iets dergelijks. Eigen huisje heb, getrouwd ben met een man. Over 20 jaar ben ik 38. Nou, ik hoop ook tegen die tijd wel kinderen heb. Een beetje dat perfecte leventje, huisje, boompje, beestje. Mark vroeg, heb je ooit negatieve reacties gehad over je seksuele geaardheid? Nee, ik heb eigenlijk nooit hele negatieve reacties gehad. Iedereen in mijn omgeving was altijd wel heel bemoedigend. En vond het fijn dat ik mezelf kon zijn. En dat ik kon vallen op wie ik leuk vond. En gewoon gelukkig was. Dus ik heb eigenlijk van niemand ooit een negatieve reactie gehad. Wat heel fijn is. Dus ja, alleen maar goed. Maud Smulders vraagt, ben ik leuk? Nou zeker Maud, je bent hartstikke leuk. Niels vroeg, wie, wat of welke momenten, gedachten of gevoelens hebben ervoor gezorgd dat je staat waar je nu staat en kunt doen wat je wilt doen? Ik denk dat het mij heel erg geholpen heeft dat ik ben gaan realiseren, ik mag mezelf zijn, ik mag lekker mijn ding doen en dat ik best wel eens positief over dingen mag zijn of mezelf echt mag uiten in plaats van dat ik van ik vind iets heel leuk en ik zeg van oh, ik vind het wel leuk, dat ik ook gewoon echt zeg oh, ik vind het echt leuk en ik ga ervoor of met een opleiding of met werk of iets dergelijks. Maaike vraagt, hoe ben je begonnen met bloggen? Ik was een jaar of 16 denk ik en toen werd ik door een vriend werd ik gevraagd om te gaan schrijven voor een magazine voor COC Zwolle over homoseksualiteit en dat leek me eigenlijk wel leuk. Dus toen ben ik begonnen met schrijven en toen heb ik zoiets, ja, ik wil meer mensen bereiken, meer kunnen schrijven, dus toen ben ik mijn blog wallflower.nl begonnen. Anna Into the Wild vraagt, kan je mij de groetjes doen? Tuurlijk. Hoi Anna. Veertje vraagt, welke opleiding doe je? Momenteel doe ik helemaal geen opleiding en werk ik. Maar na de zomer ga ik beginnen met een opleiding journalistiek en communicatie. Iets wat dus helemaal in mijn straatje ligt en wat ik erg leuk vind. Dus het is wel spannend, want ik ga straks in Utrecht wonen. Maar ja, ik heb er ook wel zin in. Lauren vraagt, would you rather fight 10 duck-sized horses or 1 horse-sized duck? En ik heb geen idee. Ik vind paarden namelijk best wel eng en met dieren. En die dagen dat ze heel klein zijn en allemaal langs hobbelen met z'n tienen. Maar ja, één eend dat even groot is als een paard. Of 10 paarden die zo groot zijn als eenden. Ik denk 10 paarden die zo groot zijn als eenden. Het is misschien toch wel makkelijker. Als je gewoon vangen en droppen en dan ben je er vanaf. Feline vraagt, wat wil je nog een keer doen voordat je doodgaat? Natuurlijk kijk ik nog helemaal niet naar het punt dat ik doodga. Want ik denk dat dat nog heel lang gaat duren. Gaan we wel vanuit. Maar ik denk dat ik gewoon huisje, boompje, beestje wil. En mijn ding wil doen en gelukkig wil zijn. En misschien bungee jumpen. Maar dat durf ik niet, denk ik. Maar Dion K. vroeg, welk moment uit je leven zou je graag willen herbeleven? En ik denk dat dat niet per se één moment is. Ik denk dat ik graag personen die ik ontmoet heb, die mij heel erg geraakt hebben, nog een keer zou willen ontmoeten. Gewoon voor de eerste keer. Gesprekken die ik met hun heb gehad. Gewoon weer opnieuw beleven en weer die leuke dingen horen. En dat opnieuw herbeleven. Tatum en Puk vragen, hou je ook zo van Alice? Ja! Natuurlijk hou ik van Alice. Alice, Alice, Alice. Ja! Oh. Oké, nu ga ik weer weg dan. Doei! Roos vroeg, de hele dag mega erg stinken of de hele dag naar jezelf moeten kijken in de spiegel? Nou, ik kijk dan liever naar mezelf de hele dag in de spiegel, denk ik. Niet dat ik mezelf heel knap of aantrekkelijk of iets ergens vind, maar dat is toch minder erg. Dus dat je denkt, ik stink en dat je dan meer het idee hebt dat andere mensen vinden dat je stinkt. En, ja, nee. Erik vroeg, wie is je grootste inspiratiebron? En ik denk dat dat Shane Whitney Crone is. Hij is een aantal jaar terug zijn vriend verloren, die is van een dak gevallen. En dat was heel heftig. En in Amerika mocht hij hem niet zien in het ziekenhuis, omdat zij niet getrouwd waren, wat toen niet in Amerika kon als twee mannen. En ik heb hem een paar maanden terug mogen interviewen en hij is zo'n inspirerend iemand. Hoe hij van een negatief verhaal iets moois kan maken en anderen iets kan leren of bijbrengen. En dat vind ik heel fascinerend. Ook heel inspirerend. Tatum vraagt, wat vind je de leukste tag of challenge op YouTube? Nou, ik heb maar één tag eigenlijk echt gedaan. En dat was de Drunk Trivia Challenge. Waar je mij kan zien met een dronken kop, rode wangen, waarschijnlijk net zoals nu. En die heb ik gefilmd met Alice, Erik en Quinn. En die kan je hier zien. Als je er even op klikt of even in de beschrijving kijkt, dan kan je die video zien. En dan kan je mijn dronken kop zien. Ook kreeg ik de vraag wat mijn favoriete quote is. Ik heb er eigenlijk twee. Ik heb een quote die hangt op mijn muur en daar staat op ask yourself this question, will this matter in a year of now? Dus je gaat bedenken van ja, ik doe dit.
maakt het over een jaar nog uit. En ik vind een van de quotes van Dr. Seuss vind ik heel mooi. En dat is, you have brains in your head and feet in your shoes. You can steer yourself in any direction you choose. Vind ik ook heel mooi. Leon Brouwer vroeg, waar ben je het meest trots op? Ik ben heel trots op dat ik mezelf mag zijn en kan zijn. Maar ik vraag me af, waar zijn jullie nou trots op? Laat het hieronder weten in de reacties. En ik ben heel benieuwd. Ik wil jullie graag hartstikke bedanken voor het kijken van mijn eerste Q&A en mijn eerste video dat ik recht tegen de camera praat. Wat ik nogal lastig vond, maar wel heel erg leuk. Dus laat even een duimpje achter en misschien doe ik het nog een keer. Doei!